Rachel Hazes vierde gisteren haar 54 ste verjaardag, maar de felicitaties vanuit haar directe familie bleven opvallend stil. Zowel haar kinderen André en Roxane als haar zus Els lieten na om haar te feliciteren. Op de Facebookpagina van haar eigen brasserie, Casa Hazes in Torremolinos, klonk wel een hartelijke gefeliciteerd Rachel en de stroom van felicitaties was niet te stoppen. Opvallend genoeg waren dit voornamelijk gelukwensen van mensen die Rachel niet persoonlijk kennen. Het enige familielid dat de moeite nam om te reageren, was haar vader Januari. Hij feliciteerde haar met een liefdevolle boodschap: van harte gefeliciteerd lieve ras. De afwezigheid van felicitaties van haar kinderen en zus laat de voortdurende familieconflicten nogmaals zien. Eerder was al bekend dat Rachel geen contact meer heeft met haar kinderen, maar recentelijk is ook duidelijk geworden dat er spanningen zijn tussen Rachel en haar zus Els. Het lijkt erop dat het conflict is geëscaleerd nadat Rachel ontdekte dat Els kerst vierde met André, wat resulteerde in het ontvolgen van Els op Instagram. Het is opmerkelijk gezien het feit dat Els eerder openlijk haar steun uitsprak voor haar zus. Op Instagram schreef ze: Als er een goede moeder is, dan is het mijn zus wel. Na het overlijden van André heeft mijn zus bijna drie jaar met Roxanne en André bij ons gewoond, en ze stond dag en nacht klaar voor beide kinderen. Nog steeds neem ik mijn petje af voor jou als alleenstaande moeder. Deze recente gebeurtenissen werpen een schaduw over de verjaardag van Rachel, waarbij familieconflicten en onuitgesproken spanningen duidelijk de boventoon voerden. Het is te hopen dat er in de toekomst ruimte is voor verzoening en het herstellen van familiebanden.